Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Voetbalfits. We zijn er even tussenuit geweest in verband met de zomervakantie. Maar vandaag zijn we terug met een nieuwe aflevering. En niet zomaar één. We zitten, zoals jullie zien, op een fiets. En naast mij zit Willem van Zuilen. Hoi. Waarschijnlijk voor een hoop mensen een bekend gezicht. Voor sommigen ook niet, denk ik. En voor sommigen niet. Nee. Dus ik zou zeggen, stel je even voor. Stel je voor. Willem van Zuilen, sportverslaggever Omroep West. Spin-instructeur hier bij Multisport. Taxichauffeur bij Brouwer. We hebben ook de brief bij Willem in de taxi. En dat ben ik. 58 jaar al. Oh, wat is hij wel oud. Nee, wat is de laatste wedstrijd die je hebt gedaan? Ja, dat was een mooie. Tenminste, het was geen goede wedstrijd, dat was Kozak op de stad. Oh. En dan zie ik daar de lach verschijnen. Ja, wat is hier aan de hand, Ryan? Nou, niet de mooiste wedstrijd. Het was geen beste wedstrijd. Nee, dat was zeker niet. Van beide kanten niet. Nou. Kozak Boys kwam daarna wel aardig in de wedstrijd. Kozak Boys had er. Het meeste initiatief, de meeste kansen. Ja, we hadden genoeg aan de punten. Dus. Jullie hadden genoeg aan de punten. En dat punt heb je gepakt, dus je bent terecht kampioen. Bizar jaar geweest. Ja, zeker. Hey Willem, ik las op de website van Voetbal in de Bollenstreek ook een artikeltje over het bestuur van Pink Boys met de rommel die daar gaande is. Wat denk je dat dat gaat brengen voor het komende seizoen? Ja, nou ja, kijk, die mensen die nu in het bestuur zitten, die hebben dat zelf graag gewild. Ja. Die hebben dus een soort van coup gepleegd. Om daar te komen zitten. Ja. Dat doe je niet als je niet weet hoe het moet. Dus ik heb wel het idee dat die mensen die er nu zitten er een visie over hebben dat het anders moet dan dat het vorige bestuurder deed. Ja. Ik blijf wel afwachten. Ik vind wel dat ze een hele goede trainer in huis gehaald hebben. Wie hebben ze erbij gehaald? Ze hebben Erik Assink gehad. En dat is een ervaren man. Hij heeft bij heel veel clubs gewerkt waar het altijd lastig werk is, waar altijd veel moet. Spakenburg, IJsselmeervogels. Een van de weinige trouwens die we allebei heeft gewerkt als trainer. Heel lang bij Aquette Leden gezeten. Dus dat is een ervaren rot in het pak. Dus iemand die niet zenuwachtig wordt als ze drie supporters boer op roepen. Oké. Guus, Quick Boys, die is er nu niet bij helaas. Die zei de vorige keer, ik denk dat het volgende seizoen bij Quick Boys vooral in het teken staat van clubrecht, spelers weer op één lijn en niet om kampioen te worden. Wat denk jij? Ja, en Quick Boys wel hogerop. Ja, dus ze zouden wel moeten eigenlijk. Ik vind het wel goed dat hij dat zegt. En zo zou het ook moeten zijn om de druk eruit af te halen. Want er is dan altijd maar die druk. Ja. Van het moeten en het moeten. En laten we wel zijn, ze hebben het dit jaar niet gehaald. Ja. Maar ze waren wel gewoon debutant, hè, met de derde divisie. Dus ja, zo'n ramp is dat ook niet. Dus wat denk je? Het tweede jaar trouwens. Tweede jaar derde divisie, moet goed zijn. Er is wel een kans, denk je, dat het volgend jaar losgaat, of niet? Nou ja, die derde divisie is natuurlijk wel lastig om eruit te komen. Ja, natuurlijk. Lisse zit er nu ook bij, Noordwijk is erbij gekomen. SJC is naar de zaterdag derde divisie gegaan. En dan nog de traditionele clubs, ASBA en zo. Ah, het is nooit een makkelijke klus om daaruit te komen. Ja. Wordt lastig voor jullie. Ja, dat kan wel. Wat denk jij dan, David? Ja, dat wordt geen makkelijke klus. Nee, inderdaad. Jij volgt het eerst niet zo, hè? Nee. Ja, je volgt alleen je eigen team. Je bent vorig jaar weer kampioen geworden. Ja. En hoe is het bij jullie dan? Ga je nu naar een andere club of naar een ander team? We blijven niet de D8. Maar ze proberen wel een team van dit bij elkaar te houden. Ja, bij elkaar. Ook vaak houden. Voor de ouders ook leuk, hè? Ja. Ouders bouwen ook een band op als kinderen lang met elkaar voetballen. Ja. Heb jij nog een passie om in het eerste te komen? Of, ja. Ja? Ja. Wat is jouw clubje? Rijnvogels. Jimmy Simons, trainer. Kijk je ook niet naar het eerst? Ja, soms. Niet altijd. Ja, het is mooie van dit. De club is natuurlijk, elke club is meer dan alleen het eerste helft. Absoluut. Heb je een paar weken geleden gezien met die familiedagen die overal gedaan worden. Het is meer dan alleen. Ik zag dat bij Rijnvogels inderdaad echt een hoop te doen was. Ja, bij Katwijk ook en bij Quickboys ook. Bij Rijnvogels zijn er een paar jaar geleden mee begonnen. Het wordt natuurlijk steeds vaker ook een maatschappelijk iets, hè? Dit is gewoon de volgende voetbalclub. En ik juich dat toe. Jij bent vroeger best wel stevig geweest, hè? Ik woog 138 kilo. 138 kilo? Hartstikke dik. Hartstikke dik. Zeg maar zoals het is. Ja. En wat heeft bij jou die knop omgedraaid om daar wat aan te gaan doen dan? Nou, je bent zwaar. Je voelt niet zo heel erg. Maar je gaat allerlei lichamelijke klachten krijgen. Dat is het vooral vaak. Hoge bloeddruk. Cholesterol, noem alles op. Ik zou het kort houden. Op het moment dat ik hoorde dat mijn zoon vader werd, dus ik opa werd, dacht ik bij mij even verdomme, heb ik straks een kleinkind en als het valt, kan ik het niet oprapen. En nu ga ik echt wel vallen. Ja. Heel veel geprobeerd van te worden met vetburners, dure shakes voor 100 euro in de week. Maar dan maar niks en nu gewoon met gezond eten.
en hier naar Multisport toe gaan. En ook wat doen. Ja. Niet alleen abonnement hebben. Niet alleen abonnement hebben. Niet alleen komen winters als het koud is en lekker in de warme sauna gaan zitten. Ja. Maar gewoon ook wat gaan doen. Spinning, daar heb ik nu ook les in. Dat heeft mij heel erg geholpen, denk ik. Ja, ik ben er 44 afgevallen. In 44? Ja. In een jaar? In 3 jaar tijd. De eerste 20 ging heel snel. In 2 jaar was alles eraf. En nog steeds nu het afvallen? Nou, ik ben nu gestopt met roken. En er zijn nu 3 kilo's bij. Maar daar is nu ook alweer 1 van weg. Waarom ben je gestopt met roken? Ja, je moet er geen stoppen met roken. Want dat is natuurlijk ook ongezond. Ik heb daar wel voor een hulpmiddeltje in. Pleistertjes? Nee, ik heb een dampertje. Hoe werkt dat? Nou, dat is dampen. Oh, dat is gewoon zo'n vape-pen? Ja, okay. Zoals een vape-pen. En dan komt geen kalmonoxide bij vrij. Het is minder slecht. Wat heb je tegen jongeren te zeggen die met dit soort problemen kampen? Ja, je moet eigenlijk zover niet laten komen. Maar ja, als je er eenmaal bent, dan ben je er wel. Bewegen. Bewegen en let op je voeding. Het is allemaal lekker, ik weet het. Bewegen en op je voeding letten, dat is heel belangrijk. En, ik voel mezelf ook heel stuk beter dan 5 jaar terug of 44 kilo terug. Nou jongens, dit was de aflevering met Willem van Zuilen. Ik hoop dat jullie allemaal leuk vonden. Volgende week Suus, toch? Ja, klopt. Volgende week klopt Suzanne. Suus, veel plezier man. En ik zou zeggen, kijk een keer Willem's serie op YouTube met Willem in de taxi. Ja, in de taxi met Willem, hoe heet het? Ja, in de taxi van Willem. Is leuk. Gaat er allemaal mensen de taxi in om een leuke interviews te houden. Ik vond die met Sander Molenaar wel mooi. Dat was ook voor mij nu. Ja. Heel aangrijpend, ja. Jongens, zie je de volgende keer. De volgende keer. Hoi. Ik ga naar huis fietsen. Hoi.